Hallo, hallo. Welkom weer bij Meester Crypto. In de vorige video kwamen de baanbrekende principes van Bitcoin ter sprake. Om dergelijke kwaliteiten daadwerkelijk tot hun recht te laten komen, te laten werken in een wereld waar corruptie en bedrog loeren om iedere hoek waar zich maar iets van waarde bevindt. En daarvoor is een ingenieus samenspel nodig van energie en materie in de fysieke wereld en cryptografie in de digitale wereld. En die relatie, nou, daar gaan we deze video naar kijken wanneer we het over de miners hebben. En ik denk dat het dan goed is om te beginnen bij de blockchain zelf. De blockchain die kun je zien als een upgrade, een digitale upgrade van een ouderwets kasboek. Een balans die bijhoudt wat er bij wie binnenkomt en wat er uitgaat. En die Bitcoin blockchain is feitelijk het gehele kasboek met erin alle transacties die sinds het ontstaan ervan in 2009 gedaan zijn. En gemiddeld iedere 10 minuten vindt er een update plaats van dit kasboek. Een groot deel van de transacties die in die periode gedaan zijn, die worden daarin verwerkt in wat een blok genoemd wordt. Een blok wat bijgehangen wordt aan een chronologische schakel van alle transacties ooit gedaan. En in dit plaatje, dan gaan we tot blok 4. Het is ook maar een schema. In de werkelijkheid zijn we ietsje verder. En je ziet direct wanneer ik deze video heb opgenomen. Maar we zitten op dit moment bij blok hoogte, wordt het dan genoemd. 809.696. En dat blok bevatte 1800 kilobyte aan informatie, aan transacties. En in getal gaat het om 1717 transacties. De miner die kreeg daarvoor 6,25 bitcoin, omgerekend $165.000. Ja, dat is de moeite waard, hè? Daar doe je het wel voor als miner zijnde. En in een notendop, hoe dat gaat als je een transactie doet op het bitcoin netwerk, en je wil een persoon betalen op die manier, dan wordt jouw transactie verpakt als een blokje digitale informatie, tezamen met allerlei andere transacties. Dat blokje wordt naar alle gebruikers van het Bitcoin netwerk gestuurd, alle computers die aangesloten zijn op de Bitcoin software. En de transactie wordt via het netwerk van gebruikers gecheckt. Voldoet het aan alle spelregels die in het Bitcoin protocol gesteld zijn? Bijvoorbeeld, geef jij in die 10 minuten niet twee keer dezelfde Bitcoin uit? Nou, is dat allemaal niet het geval, dan wordt jouw transactie, tezamen met al die nieuwe transacties, onderdeel van de blockchain. Een collectief register, wat later ook niet meer veranderd kan worden door individuele gebruikers. En daarmee is je betaling voltooid en krijgen alle gebruikers een nieuwe kopie van het register. En je kunt alle tijden zien welke transacties wanneer gedaan zijn. Ja, en die controleurs, dat noemen we nodes, computers die de Bitcoin software draaien, controleren of alles volgens de spelregels gebeurt. Maar je hebt ook nog speciale nodes. En die nodes zijn jullie wel bekend, die komen regelmatig in het nieuws. Dat zijn de miners. En miners hebben de kracht, het zijn een soort van nodes plus, node plus, de kracht om zelf transacties te verzamelen, hier een nieuw blok mee te maken en dit blok vervolgens te delen met alle deelnemers in het netwerk. En voor die productie van zo'n blok krijgt de miner een vast bedrag aan beloning, de bloksubsidie. En dat zag je net in het voorbeeldje. Laten we even teruggrijpen. Dat is hier 6,25 bitcoin. En over enige tijd wordt dat weer gehalveerd en dan wordt het 3,18 bitcoin. De bloksubsidie is een deel van de beloning. Andere deel van die beloning, wat een miner krijgt, is de optelsom van de transactiekosten die mensen hebben betaald om die bitcoin te kunnen versturen. Kunnen natuurlijk niet steeds alle miners op deze wereld hun eigen blok aan de blockchain hangen. Er is gemiddeld maar één blok nodig per 10 minuten. Ja, en om nu uit te maken wie die beloning krijgt en wie zijn blok mag vastmaken, lossen alle miners ondertussen een cryptografische puzzel op.
En die puzzel bestaat enerzijds uit een samenvatting van het blok. En er is een getal, een nonce heet dat, aan toegevoegd. En al die miners in de wereld, die zijn drukdoende om die gegevens, die zij denken dat het zou kunnen zijn, te presenteren aan de hashingfunctie. Een algoritme dat bekijkt of dit blok voldoet aan de opgedragen moeilijkheidsgraad. En het luistert heel nauw. Iedere miner probeert miljarden keren per seconde een nieuw getal uit en presenteert dat 78 cijfers lang in de hoop dat het ditmaal wel gaat passen. En de snelheid waarmee een miner dit kan proberen, dat noemen we de hash rate. Omdat het om ontzettend grote berekeningen gaat met een hoge moeilijkheidsgraad, moet een miner dus heel veel rekenkracht hiervoor leveren. En een miner gebruikt daarbij dan ook heel veel energie. En dit energie verbruiken en daarmee Bitcoin verdienen, dat is wat we proof of work noemen. Vergelijk het maar met hoe in mijnen met mensen, machines en energie, en tijd en geld gespendeerd wordt om goud boven de aarde te krijgen. En nu denk je misschien van, ja, dit is dan zo'n goudmijn. Nee, goudmijnen zien er vele malen vervuilender uit. Dit is een Bitcoin vulkaanmijn. En deze staat in El Salvador en is, voor zover mij bekend, ook de enige nog in zijn soort. Maakt gebruik van de warmte van de vulkaan, die je hier ook nog doorheen ziet borrelen. En die warmte drijft stoomturbines aan en die drijven weer Bitcoin mining apparatuur aan. En zo komt El Salvador onder andere ook aan zijn nieuwe bitcoins. Maar ja, hoe dan ook, je ontkomt er niet aan. Je moet energie spenderen, je moet geld spenderen, tijd, mensen, machines, om die bitcoin te verwerven. En dat geeft er een zekere intrinsieke waarde aan. De energie die gespendeerd wordt, de materiaalkosten die gedaan moeten worden om die bitcoin binnen te halen. En die energie die vloeit als het ware in een digitale waarde. En digitale waarde die vervolgens razendsnel en onstopbaar verplaatst kan worden via het internet. Die in waarde zal groeien over tijd. Denk daarbij terug aan het schaarste principe wat we besproken hebben. Het is essentieel dat er veel moeite gedaan moet worden om nieuwe bitcoins te verkrijgen. Want stel je voor, als je zonder meer tokens uit de lucht kunt toveren, waar hebben we dat ook alweer eerder gezien? Kijk, na het ontstaan van Bitcoin zijn er talloze nieuwe munten op de markt verschenen met een ander consensusmechanisme. Geen proof of work, maar proof of stake. En nou, dat is eigenlijk een vorm van token toveren. En daar gaan we in de volgende video met name wat meer op inzoomen. Dat er een wezenlijk onderscheid is tussen Bitcoin en overige crypto. Tussen dit model van energie uit de buitenwereld, getransformeerd in digitale energie, en munten, het overgrote deel dat op een andere wijze verkregen is. Bitcoin is crypto, maar crypto is meestal geen Bitcoin. Er is maar één Bitcoin. Video 17, dan gaan we wat dieper in op de rol van de miners, maar ik vond dit een belangrijke video om er even tussendoor te plakken. Dus tot dan, wil ik dan zeggen. En voor nu, mensen, wees klaar voor roerige tijden.